Hallo, en ik ben Monique Driessen. De stichting Oogstdankfeest kan eindelijk gebruik gaan maken van een nieuwe optochtloods aan de Sitterweg in Urmond. De loods wordt gebruikt voor het bouwen van de praalwagens voor het Oogst Cultuurfestival in augustus. De gemeente heeft een sobere en doelmatige voorziening gerealiseerd, maar de vrijwilligers zijn hard bezig met de afwerking van de accommodatie. Na half augustus wordt de bestrating aangelegd, want de wagenbouwers willen natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. In sommige buurten is men al in de garage begonnen met praalwagens te bouwen, maar gezamenlijk wagens creëren met alle gezelligheid en kameraadschap is en blijft belangrijk. Uit het jaarverslag interne klachtbehandeling 2018 blijkt dat er 18 klachten zijn ingediend tegen het functioneren van de gemeente. In 9 gevallen leidde dat ertoe dat aan de betreffende klager excuses werden aangeboden. Veel klachten gingen over gebrekkige communicatie. De meeste klachten werden in der minne geschikt. Behalve adequaat te communiceren, heeft de gemeente zich voorgenomen organisatoren na afloop van de evenementen nog nadrukkelijk op hun plichten te wijzen. Zowel gemeente als de onafhankelijke ombudscommissie Stijn concluderen dat klachten over het algemeen snel en voortvarend zijn opgepakt en binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld. Voorop staat steeds dat de aanpak informeel en oplossingsgericht is. Woensdag 18 september is het precies 75 jaar geleden dat de gemeente Stijn na bijna 5 jaar oorlog eindelijk werd bevrijd. Een historische gebeurtenis waar Stichting Streekmuseum Elslo en de sectie Heemkunde binnen de Stichting Erfgoed Stijn dit jaar samen met de gemeente Stijn veel aandacht aan gaan schenken. Dit door middel van exposities, wandelingen en publicaties, waar vooral wordt ingegaan op de ervaringen van onze eigen inwoners uit de periode 1940 tot 1945. In dat licht zijn zij op zoek naar foto's die vooral het dorpsleven belichten in die donkere dagen. Tevens zijn foto's van oorlogsgebeurtenissen binnen onze gemeente van harte welkom. De foto's blijven uiteraard uw eigendom. Na het scannen van de foto's krijgt u deze direct terug en bij publicatie wordt de herkomst van de foto aangegeven. Voor het scannen van de foto's bent u welkom op maandagavond tussen 7 en 10 uur of op woensdagmiddag tussen 2:30 en 4:30 bij de sectie Heemkunde aan de Hoppenkampstraat 14A in Stijn. Tevens kunt u foto's afgeven in het Streekmuseum in Elslo op de berg 4 tot en met 6 tussen 1 en 4 uur op dinsdag, woensdag en donderdag of op zondag van 2 tot 5 uur. Gamelot heeft de ambitie om in 2025 de meest veilige, duurzame en competitieve site van West-Europa te zijn. Veiligheid is daarbij een belangrijke, onderscheidende factor. Om de veiligheidsprestaties van de site verder te verbeteren, is recent het Gamelot brede programma Samen Bewust Veilig van start gegaan. Nederland kent 6 chemische clusters. Op Gemelot in Limburg vonden in 2016 4 voorvallen plaats. 3 emissies en een ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft hier onderzoek naar gedaan. Op Gemelot zijn meer dan 150 verschillende bedrijven en instellingen gevestigd. 11 van die bedrijven werken grootschalig met gevaarlijke stoffen. Bijzonder aan Gemelot is dat alle activiteiten onder 1 overkoepelende omgevingsvergunning vallen en bedrijven intensief samenwerken. Gemelot ligt in dichtbevolkt gebied, vlakbij de woonwijken van Sittard-Geleen, Stijn, Echt en Beek. Op de onderzoeks- en onderwijscampus op het terrein verblijven 2500 mensen vlak naast chemische fabrieken. Gemelot wil in de toekomst groeien, zowel op het industriepark als op de campus. In het onderzoek heeft de Raad onder meer gekeken naar de onderlinge risico's op het terrein. Wanneer iets gebeurt bij 1 chemische fabriek, zoals een explosie of een emissie, kan dat een gevaar opleveren voor een naastgelegen fabriek, de aanwezigen op de campus of de omwonenden. Vanwege de groeiambities en de ligging dicht bij verschillende woonwijken vindt de onderzoeksraad dat Gemelot zichzelf hogere eisen moet stellen op het gebied van veiligheid. Dit is des te urgenter gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de fabrieken.
Gemelot kan hierbij de bestaande samenwerking beter benutten. Ook de overheid moet veiligheid voorop zetten. Gemeenten en provincie moeten daartoe hun krachten bundelen. Het onderzoek naar Gemelot biedt belangrijke lessen voor het vormen van duurzame en veilige chemieclusters in heel Nederland. Om de veiligheid structureel te verbeteren, zouden de bestaande samenwerkingsverbanden beter benut moeten worden. De OVV pleitte daarom voor het ontwikkelen van een gezamenlijk veiligheidsbeleid met een duidelijke ambitie waarin de gedeelde risico's staan beschreven en een actieplan is opgenomen waarmee veiligheid voor Gemelot als totaal verder wordt verbeterd. Ook zouden de veiligheidsdoelen onderdeel moeten zijn van het visiedocument Gemelot 2025. De gemeente Stijn laat het riool in Urmond renoveren en repareren in de Raadhuisstraat tussen de Oude Poort en Holsberg. Om de overlast voor de omgeving zo gering mogelijk te houden, worden deze werkzaamheden met elkaar gecombineerd. Het werk duurt van maandag 20 mei tot vrijdag 14 juni. De rioolrenovatie gebeurt via de zogenaamde kousmethode. Door in het bestaande riool een kunststof kous aan te brengen en uit te harden met UV-licht, ontstaat er een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de verkeershinder tot een minimum beperkt blijft. De werkzaamheden kunnen zeer incidenteel toch voor hinder in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk. Bewoners waarbij rioolwerkzaamheden plaatsvinden, worden vooraf per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn er meerdere verkeersmaatregelen van toepassing. Dit kan tot enige verkeershinder leiden. Voor meer informatie en vragen over deze werkzaamheden kun je contact opnemen met de projectleider Niels Hoevenaars van het GMB via onderstaand telefoonnummer. Of met de firma van de Kreken via onderstaand mailadres. Zaterdag 11 mei is de 19-jarige Lois Notten uit Aalslo uitgeroepen tot zomerkoningin. Zij zal het middelpunt zijn tijdens de Parade Mondiale, de nieuwe naam voor het tweejaarlijkse feest Carnaval Mondiale. Dit jaar zal het op 13 juli plaatsvinden in de historische dorpskern van Aalslo. Zij zal bij het uitvoeren van haar taak ondersteund worden door vier hofdames, namelijk Jamie Habets, Esmee Wagemans, Evie van Os en Meer Kremers. Nou, iets serieuzers. Gouverneur Theo Bovens was maandag 14 mei in Stijn op bezoek. Het ambtsbezoek was bedoeld om kennis te maken met de gemeente, het college en de raadsleden. Dit was een kans om trots op Stijn te zijn en al onze mooie parels met hem te delen. Bekrachtigd met een mooie wandeling door landelijk Gelslo onder het genot van een heerlijke middagzon. Gemeente Stijn neemt extra maatregelen tijdens de inentingsdagen. Deze vinden plaats op donderdag 23 mei en op maandag 27 mei bij Van der Valk in Urmond. Naast het feit dat er extra drukte wordt verwacht in Urmond, zijn er ook nog de werkzaamheden aan de brug. De gemeente gaat vanaf maandag 20 mei vooraankondigingsborden plaatsen en de groentijden van het verkeerslicht aanpassen. Er worden ook verkeersregelaars ingezet en zal de carpoolparkeerplaats aan de overzijde van Van der Valk opengesteld worden voor bezoekers van de inentingsdagen. De gemeente adviseert inwoners en forensen een alternatieve route te nemen tijdens deze dagen. Op maandagavond 20 mei wordt vanaf 8 uur in het Pater Kolbehuis aan de Graat Heidelaan 60 te Urmond een avond georganiseerd voor burgers om van gedachten te wisselen over de leefbaarheid in Urmond. De initiatiefnemer is het Dorpsontwikkelingsprogramma, ook wel DOP genoemd. Er staan Urmond namelijk een aantal uitdagingen te wachten de komende jaren, Jessica. Ja, Monique, dat kun je wel zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing en de aanpassingen die daarvoor wellicht nodig zijn om Urmond leefbaar te houden. Ook de uitbreiding van de A2 is een uitdaging die eraan komt. En zo zijn er nog tal van onderwerpen die door de aanwezigen besproken kunnen worden.
De DOP nodigt u daarom van harte uit om actief deel te nemen. Dus doe mee en meld u aan op onderstaand e-mailadres. We zijn onlangs naar de stembus gegaan en er komt alweer een volgende ronde stemmen aan op donderdag 23 mei. Dit keer stemmen we onze volksvertegenwoordigers voor het Europese parlement. Waarom stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen? In de Europese Unie werken 28 lidstaten samen om problemen op te lossen die ze samen beter op kunnen lossen dan alleen. In het Europees Parlement zitten de volksvertegenwoordigers. Zij laten de stem van de inwoners van de Europese Unie horen. Samen met de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers uit de lidstaten van dat onderwerp, beslissen zij welke plannen van de Europese Commissie doorgaan en welke niet. Elke 5 jaar zijn er Europese parlementsverkiezingen. Van de 751 zetels in het parlement zijn er 26 voor Nederlandse leden. Je stemt dus op een Nederlandse partij met Nederlandse kandidaten. Maar stel nou dat de partij waar jij op stemt 4 zetels haalt van die 751. Dan hebben ze toch vrij weinig te zeggen? Klopt, daarom werken partijen uit alle landen samen in Europese fracties. Bijvoorbeeld alle groene partijen, christendemocraten of liberalen. Er is ook een Europese fractie van partijen die uit de EU willen. Jouw stem heeft invloed op hoe groot die Europese fracties worden en of er bijvoorbeeld een meerderheid van linkse, rechtse, conservatieve of progressieve Europese fracties komt. Maar waarover gaat het in het Europees Parlement? Over migratie, milieu en transport bijvoorbeeld. Nemen alle landen evenveel vluchtelingen op of is dat alleen een probleem van de landen waar ze binnenkomen? Hoe snel moeten we in heel Europa de CO2-uitstoot terugdringen? En moet er extra geld naar betere treinverbindingen binnen de EU? Hierover verschillen de Europese fracties van mening. Door te stemmen bepaal je mee welke kant het beleid van de Europese Unie opgaat. Als je niet weet welke partij het beste bij je past, kun je een stemhulp gebruiken. Bijvoorbeeld de Stemwijzer of Young Voice, een stemhulp speciaal voor jongeren. Op donderdag 23 mei zijn de Europese parlementsverkiezingen. Laat je stem horen, want het gaat ook over jou. Wist u dat u op 23 mei gratis gebruik kunt maken van de wensauto voor het vervoer van en naar de stemlocatie? De wensauto is van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds beschikbaar. U kunt hiervoor een dag van tevoren bellen om te reserveren via onderstaande telefoonnummers. Voor Oudstein en Kerensheide is het Oranje Fonds samen met de Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek dringend op zoek naar collectanten. De Oranje Fonds collecte is dé collecte voor een betrokken sociaal Nederland. De collecteweek komt eraan. Dat betekent dat we weer enthousiast met de collectebus op pad gaan. Maar steeds minder mensen hebben contant geld in huis. Jammer. Daarom gaan we vanaf nu collecteren met een nieuwe bus. Daarmee kun je met PIN, contactloos en contant geven. De bus werkt heel eenvoudig. Een geheugensteuntje vind je op de achterkant. Doneren met je pinpas is uiteraard veilig, anoniem en eenmalig. Het gedoneerde geld gaat direct naar de rekening van het goede doel. Dus niet meer met grote bedragen contant geld over straat. Fijn, hè? En extra leuk, de coördinator houdt de inkomsten bij via een dashboard. Zo weet je als collectant snel wat je elektronisch hebt opgehaald. Ga op pad met de nieuwe bus. En wijs mensen erop dat zij ook met een pinpas kunnen doneren. De collectebus wordt ondersteund door meer dan 20 goede doelen. Denkt u nu ook, ik help mee met collecteren? Meld u dan aan bij Ellie Jansen via onderstaande telefoonnummers. Of via onderstaand mailadres. In de gemeente Stijn maakten het afgelopen jaar 600 inwoners gebruik van de wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Stijn wil nu graag weten wat deze mensen vinden van de ondersteuning die ze krijgen in het kader van de WMO. Daarom krijgen ze een persoonlijke brief om mee te doen aan het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuutjes en kan tot uiterlijk 14 juni. De WMO zorgt ervoor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk zichzelf kunnen redden. Inwoners die aan het onderzoek meedoen, helpen de gemeente om de ondersteuning te verbeteren. Het Waterschap Limburg houdt donderdag 16 mei van 16 uur tot 18 uur een informatiemiddag over de dijkversterking in Urmond. Deze informatiemiddag is in de protestantse kerk van Oud-Urmond.
Tijdens deze middag wordt uitgelegd wat de voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking gaan inhouden. Tevens zullen vragen over de realisatie, het onderwerp en het doel van het project behandeld gaan worden. Dit was Los Weeknieuws voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.